Nou, dat hoor ik natuurlijk vaker. Oké, dat je het zo voelt hier in je buik, hè? Ja, vreselijk, ja. Wie hadden dat nog meer allemaal? Oké, nou, toch best veel. Ja. Daarom heeft je vader ook geen succes op Broadway, maar staat hij als B-acteur bij te klussen in agressietrainingen voor jou! Ik had wel eens in een positie gedwongen willen worden dat ik geen keuzes had. Ik had een daad willen stellen. Ik had een moord willen plegen. And I was thinking about you guys yesterday. I've been here 3 times before. I tried to put myself in your place, and I believe this is the way that I would feel about San Quentin. Deze man zit hoog in de toren van zijn emotie. Door een stapeling van dingen in zijn privéleven. Haal daar rekening mee. Ik grijp het hout. Het metaal blinkt in de schemering. Hij probeert een gesprekje aan te knopen. Wat een pech dat je pech hebt, zeg. Hij draait zich om. En hij begrijpt niet wat hij ziet. Dit gesprek loopt niet uit de hand, hè? Dat is mooi. Normaal lopen dit soort gesprekken namelijk totaal uit de hand. U mag het best weten, maar ik ben behoorlijk trots dat ik dit gesprek zo rustig heb weten te houden. Dus, dat is toch een stukje communicatie en respect. Maar jullie gingen wat later, hè? Ja, dat zet mij wel op scherp op jullie. Dus weet dat. Oké. Mara rent naar ons toe. Het vuur brandt in haar ogen. Ze ziet haar vader. Hij ziet haar nu ook. Die hond weet niet wat hij ziet. Verbijsterd dat hij zijn dochter ziet met een bel in haar hand. And long ago I stopped asking why. San Quentin, I hate every inch of you.